Basile Camara, je eerste overwinning als aanvoerder van DVS in de competitie. Basile, gefeliciteerd. Dankjewel Piet. Ja, is lekker. Het was niet een al te beste pot, maar wel volwassen uitgespeeld denk ik. En 3 punten zijn 3 punten. Ik heb het er net even met de analyse over gehad. Daar heb je toevallig een controleur. Maar DVS 33 had controle, had ik het idee. Ja, we hebben weinig weggegeven. Ik heb een slippertje in de eerste minuut. Ja, van wie was dat ook weer? Ja, van mezelf. Dus zeg ik had een slippertje in de eerste minuut. Ja, weet je, het bal glijdt over mijn voet en dan moet ik aan de noodrem trekken. Maar ik hoorde die trainer net zeggen, een rode kaart. Maar ik denk dat ik nog ver genoeg weg was van de goal dat het geen rode kaart was. En verder, inderdaad, hebben we best wel controle gehad. Was voetballen niet al te best, maar wel mannelijk. Ja, precies, mannelijk. Maar waarom was het dan volgens jou voetballend niet al te best? Komt dat door Stedoco? Komt dat door het hitteplan? Hitteplan speelt natuurlijk parten, maar ook Stedoco is een goede ploeg. Hè. Ze hebben aardig ingekocht, geen misselijke spelers. En stugge tegenstander. En ja, dan doe je het gewoon goed door weinig weg te geven. Want je weet bijvoorbeeld, Heiri heeft een fantastische steekpaas en die Doesburg is levensgevaarlijk. Maar ik denk dat je hun weinig de kans hebt gegeven om daar iets mee te doen. Ja, Richard Plug vertelde al, je kunt beter gewoon 9 potjes met 1-0 winnen dan 1 pot met 9-0. Nou, dat heeft helemaal gelijk in, toch? Ja. Slimme trainer, hè? Ja, hij is wel eens, af en toe heeft hij wel eens slimme dingetjes. Ja. Hebben jullie ook wel weerwoord naar hem toe? Heb je daar gelegenheid voor? Ja, hij is natuurlijk wel heel eigenwijs. Hè? Dus een weerwoord gaat bij hem een in, andere uit. En dan wil hij je weer terugpakken. Maar goed, moet je ook lekker laten gaan, toch? Die man moet ook een beetje uitrazen. Dat is ook zijn uitlaatklep. Aanvoerder, hey, bedankt. En succes deze competitie verder. Je hebt je goed gedragen. Dankjewel, Piet. Ik ben volwassen geworden. Inderdaad, bedankt. De analyse met beide trainers. Frans Adelaar allereerst van Stedoco en Richard Plug namens DVS 33. Frans, wat voor potje heb jij gezien vandaag? Op vele vlakken een tactisch steekspel. Een zwaar potje in verband met de temperatuur. Dus er werd veel gevraagd van de spelers. Ik denk op de beginfase na dat wij te weinig ons gerealiseerd hebben dat hier toch wel wat te halen was. Ja, dat lijkt me duidelijk. Richard, jouw verhaal? Nou, ik denk dat hetzelfde verhaal is. Hè. Ik denk dat we in de beginfase hadden we het moeilijk. De eerste 10 minuten, 15 minuten, maar ik denk dat we daarna wel herstelden. En ja, uiteindelijk denk ik dat we wel de terechte winnaar zijn. Ja, het is een beetje raar. Hè. Vorige week sta je hier natuurlijk nog in de regen te voetballen. Nu is het 30 graden. Je ziet gewoon aan die jongens dat ze het loodzwaar hebben. Frans heeft veel geblesseerden. Ik had er 2, maar ik moet er ook 3 wisselen. Ja, je kan in deze fase van de competitie kan je denk ik niet veel meer vragen als wat je vandaag gezien hebt. Ja, ja, ik denk dat wij verdiend gewonnen hebben. Maar ja, ik had wel angst voor de opening tegen Stedoco. Hè. Dus dat zal toch een van de goede ploegen ook zijn in de competitie. Richard noemt het verdiend. Vind jij dat ook, Frans? Als je over de hele wedstrijd kijkt, dan is DVS dreigender geweest. Hebben meer gecreëerd. Hebben meer snelheid voorin. Waardoor ze gevaarlijk bleven. Zeker na de 1-0 achterstand moesten wij wat ruimte prijsgeven. En dan weet je dat je de snelheid in de kaart speelt. Maar ik wil wel even attenderen op een beslissing van de scheidsrechter na 1-2 minuten. En wij hebben geen VAR. Maar ik zou hem graag nog een keer terug willen zien. Alvorens een uitspraak daarover te doen, want het had cruciaal kunnen zijn. De volgende keer dat we hier komen, dan zorgen we er namens DVS TV voor dat we de VAR erbij hebben, Frans. Nou, nee, maar ik bedoel maar dat de interpretatie van de scheidsrechter is dan van belang. En in mijn gevoel was het met de snelheid van Doesburg een doorgebroken speler. Ook in de rust hadden we het zo met diverse supporters erover. En ja, ik kan daar wel in komen. Controle was er volgens mij wel bij DVS. Richard, dat moet je goed doen. Ja, ik denk dat we weinig weggegeven hebben. In het begin dan, maar je weet, kijk, we kregen natuurlijk best wel wat kansen op 2-0. En die maak je niet. Ja, dan weet je dat je, er komt altijd een moment. En die hebben ze gekregen. En die pakt Daan top. Dus heb ik net ook aangegeven, ja Daan, daar sta je uiteraard voor. Maar die pakt hij gewoon goed, want anders wordt het 1-1. En dan heb je aan de kansen die je daarvoor gecreëerd hebt, heb je niet zoveel. Dus ja, kijk, maar de Koen Vloedgraven ook nog erbij in de buurt staan. Hè? En die is ook heel snel, hè.
Dus ik wil de beelden ook wel terugzien. Maar ik wil ze ook terugzien bij twee kleine penalty momentjes met Benjamin Roemion en Julien de Ruiter in de eindfase. Want volgens mij, jongens, waren dat wel penalties. Maar... Ja, dat zou zomaar kunnen. Frans, ik denk dat alles gezegd is van deze wedstrijd. Hè? Ik voel met Richard mee over de penalty momenten. Maar dat is vaak dan een gevoelssituatie dat er wat gemarchandeerd wordt. Hè? Dat is vaak een goedmakertje. Het mag niet zo zijn, maar het is vaak een goedmakertje. En eigenlijk een teken dat de scheidsrechter twijfelt aan zijn eigen beslissing van een eerder moment. Ja, dat klopt. Voor de rest vond ik hem niet zo super slecht. Nee, hij was helemaal niet super slecht. Maar een beslissing kan invloed hebben op een wedstrijd. Precies. Frans, je verlaat Ermelo weer met een nederlaag. Wanneer komt daar nou eens een keer een end aan? Ja, dan zou ik nog iets langer trainer moeten worden of blijven dan dit seizoen. Want het is volgens mij pas, als ik weer in Ermelo wil spelen, zal het pas voor het eerst weer volgend seizoen kunnen zijn, toch? Ja, precies, zo is dat. Ik wil je wel namens DVS TV bedanken voor deze analyse. Bedankt.